Nou, u mag nu de treinscan voor het eerst in gebruik nemen. Dat wil zeggen dat ik u nu officieel toestemming geef om door die treinscan te gaan rijden. Zet maar wat vaart. Zo nam staatssecretaris Frans Wekers van Financiën woensdag 15 februari officieel de treinscan van de douane op de Maasvlakte in gebruik. Deze X-ray scan is bedoeld om exportcontainers te controleren die vanuit het Europese achterland per spoor naar de haven van Rotterdam worden vervoerd. De treinscans die we kenden in Noord-Amerika en aan de Oost-Europese grenzen, daar kon die trein met 30 kilometer doorheen rijden. Als hij harder zou rijden, dan heb je geen goede beelden. Door deze treinscan kan de trein met 60 km per uur doorheen rijden. Dat betekent dat je het handelsverkeer niet onnodig belemmert. Die trein die kan gewoon door. De douane kan intussen tijd zijn werk doen en daarmee zijn we op de toekomst uitgerust. Omdat de Nederlandse douane de filosofie heeft om hun controleactiviteit te doen zoveel mogelijk in de logistiek van de container zelf. Nou, daar is dit een perfect voorbeeld van. Dat de trein blijft op de snelheid rijden die hij normaal ook rijdt. En desondanks zijn we toch in staat om daar beelden te maken en de inhoud van containers te controleren die we willen controleren. De douane maakt op basis van risicoanalyse een selectie van de containers die ze wil controleren. Een container wordt alleen uit de logistiek gehaald wanneer het scanbeeld hier aanleiding toe geeft. In principe letten we met het scannen van beelden op afwijkingen. Dus het gaat eigenlijk om een controle in de overeenstemming van de ladingspapieren met wat we op een scanbeeld bevinden. En een afwijking kan alles, van alles en nog wat inhouden. Het kan zijn van verdovende middelen tot wapens. Alles wat er niet in thuis hoort in principe, dat wil je ontdekken. De treinscan ligt aan het begin van de Maasvlakte, vlak achter de Zuurhofbrug over het Hartelkanaal.